bij deze nieuwe video. Ik heb weer vandaag een hele leuke make-up tutorial slash review slash test video. I think. W7 heeft een nieuw paletje op de markt gebracht. Dit is de W7 Socialite paletje. Volgens mij spreek ik het goed uit. Kijk hoe mooi dit paletje is. Toen ik hem zag, dacht ik al gelijk, oh my god. Dit is een 100% dupe van de Huda Beauty Nieuw Nude paletje. Zoals je kunt zien, ze lijken allebei super veel op elkaar. Het is echt een totale dupe. Maar er is één heel groot verschil en dat is de prijs. Die van Huda Beauty is maar liefst, schrik niet, 65 euro. Er zijn niet veel mensen die zo'n bedrag zouden betalen voor een oogschaduwpalet. Ondanks dat hij er wel echt prachtig uitziet. En die van W7 is slechts 9,95 euro. Dat is een verschil van 55 euro. Dat is dus echt een super groot verschil. Dus een dupe hebben is altijd fijn. Ondanks dat dit oogschaduwpaletje de hoofdrol heeft in de video van vandaag, heb ik ook nog een aantal andere producten gehad van W7. Die ik ook vandaag in de video ga gebruiken. Want dat is wel leuk, want ze hebben best wel veel nieuw. Dus ja, die producten ga ik ook gebruiken. Dus ben je benieuwd? Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat kan heel makkelijk hier onder de video. En dan gaan we snel beginnen met de video. Nou, zoals je waarschijnlijk al wel kunt zien, heb ik mijn foundation en zo al op. Ik heb foundation op, concealer, poeder en een beetje gecontourd en that's it. Dus we gaan gewoon gelijk beginnen met de producten. Even een product die ik even gelijk wil opdoen is de W7 Pout Perfection Potion. Dit is een lippenbalsem, een prep en prime lip serum. Dus die ga ik eventjes opdoen. Shake well before use, wel eerst schudden. Ik doe altijd iets op mijn lippen als ik met mijn make-up begin, zodat ze een beetje kunnen hydrateren. Zo ziet hij eruit. Hij ruikt en hij smaakt naar citroen. Dat is wel apart. Ja, voelt op zich wel goed. Het voelt een beetje als een waterachtig iets. Oké, dan gaan we gelijk beginnen met het oogschaduwpaletje. Nou, zo ziet dan het paletje eruit. Dit is de voorkant en dit is de achterkant. En dit zijn dan alle kleuren en je hebt ook een grote spiegel. Dat is ook altijd fijn. Dit zijn veel matte kleuren met heel veel glitterkleur erbij. En je krijgt hier een kwastje ook erbij. Dus ik vind het er allemaal wel goed uitzien. Oh mijn god, ik heb even een paar geswatcht. Het voelt zo raar. Deze twee zijn pressed glitters, dus die zijn ook een beetje losachtig. En deze allemaal zijn een beetje creamachtig en de rest is gewoon matte poeder. Oké, ik ga vandaag voor een hele smoky paarsige rozige look. Ik begin met de licht matte paarse kleur, die heet Debutant. En met mijn grote fluffy kwast ga ik die aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Ik heb mijn ogen al geprimed met de concealer. En de kwasten die ik gebruik zijn natuurlijk weer van mijn eigen kwastenlijn, Sarah Marie Cosmetics. Nou, dat blende echt super makkelijk uit. Dan pak ik deze matte kleur, die heet Members Club. En met dezelfde fluffy kwast ga ik die ook weer aanbrengen in mijn arcadeboog. Ik ga weer proberen om zoveel mogelijk kleuren te gebruiken, zodat ik goed weet wat ik van het paletje vind. Dan pak ik de iets donkerdere paarse matte kleur, die heet Nouveau Rich. Tenminste, als ik het goed uitspreek. En ik gebruik nog steeds dezelfde grote fluffy kwast. En hiermee ga ik ook weer in mijn arcadeboog, maar nu blijf ik een beetje iets meer laag. Nou mensen, ik ben echt impressed. Het blendt echt gewoon als een duur paletje. Kijk ook hoeveel kleur er van afkomt, de pigmentatie, hoe mooi en makkelijk het blendt. Tot nu toe gaat het echt goed. Nou, diezelfde donkere kleur breng ik dan ook zo aan hier in mijn buitenste ooghoek met een platte fluffy kwast. Dit is de donkerste kleur in het paletje en ik vind hem toch nog vrij licht. Ik had gewild dat er nog een iets donkerdere paarse kleur in zat, maar dat is helaas niet. En er is wel een heel klein beetje fallout, maar het is echt heel minimaal. Dan pak ik deze lichte roze kleur, die heet Extravagant. Wauw, die swatch is echt prachtig. Ik maak mijn kwast nat met MAC Fix Plus. Oké, met een kwast aanbrengen lukt niet zo goed. Hij pakt niet echt veel op de kwast, dus dit is echt zo'n kleur die je met je vinger moet aanbrengen. Dus dat ga ik doen. Oh mijn god, kijk wat er gebeurt als je het met je vinger aanbrengt. Dit is echt, oh mijn god, ik ben echt een beetje in shock. Oké. Rust gaan, Sarah. Dit is echt heel mooi, heel heftig. Ik breng het ook een beetje hoog aan. Wauw, zien we dit? Oh my god.
Dan pak ik de iets donkerdere kleur Old Money. En die breng ik een beetje aan in de buitenste hoek. Oh, zo mooi dit. Oh my god. Ja, heel mooi. Die maakt het nou hier iets donkerder. I like it. Maar ik wil ook die andere structuur uitproberen. Deze losse glitters. Dus ik ga deze ook opdoen. En ik hoop dat hij wel een beetje plakt aan mijn ogen. Die pak ik ook gewoon met mijn vinger. En die breng ik ook gewoon zo hier random aan. Ja, dit zijn wel echt een beetje van die losse glitters. Ze vallen ook hier. Die zou je wel moeten aanbrengen met een beetje lijm, zou ik aanraden. Oh mijn god, dit is echt tot nu toe het mooiste paletje van W7 die ik ooit heb geprobeerd. Ik ben echt gewoon in shock hier. Ik pak weer die donkere paarse kleur. En die ga ik dan zo aanbrengen hier onder mijn ogen, op de onderste wimperrand. Ik breng ook best wel veel aan, want ik wil echt zo'n dramatische smoky eye hebben. En dan blend ik het uit met die kleur. Dan pak ik de lichte matte crème kleur, die heet Pearl Clutch. Die breng ik dan zo een beetje in mijn binnenste ooghoek aan. En een beetje onder mijn wenkbrauw. En dan deze prachtige glanzende gouden kleur, die heet High Society. En dan ga ik die proberen met een kwastje te pakken. En die wil ik dan aanbrengen ook hier in mijn binnenste ooghoek. Nou, dan heb ik nou echt gewoon bijna alles gebruikt. Nou, dan is de ooglook af. Ik vind het echt prachtig. Let dus wel op glanzende kleuren aanbrengen met je vingers. Anders ga je echt niks op je ogen krijgen. En als je het met je vingers aanbrengt, dan krijg je dit prachtige effect. Oeh, I love it. Ook nieuw van W7 heb ik hier de Plush Perfect Set. Dit is een mascara en een zwart oogpotlood. Die ga ik even gebruiken. Dit is dan de Ultra Plush Mascara. Heel cute. En dit is de applicator. Zo'n harde plastic applicator. Oeh, de mascara maakt heel lang. Hij geeft heel veel lengte. Waar je wel op moet letten is als je hem eruit haalt, komt er af en toe een beetje een klompje mee. Die haal ik er dan gewoon zo af. En ik wil ook dit zwarte oogpotloodje gebruiken. De Kim Kohl Blackest Black. Normaal met zo'n ooglook zou ik geen zwart oogpotloodje opdoen. Maar omdat ik hem nou heb, wil ik hem wel gewoon gebruiken. Het is gewoon een potloodje. Wat ik wel altijd doe, want hij is nieuw, dan breng ik het eerst altijd zo een beetje op mijn hand aan. Om het een beetje warm te maken. Als wimpers gebruik ik mijn Etati wimpers in de stijl TL3. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Mijn make-up look is basically bijna af. Ik heb ook een beetje gebronst blush en een glow aangebracht. Nou ga ik verder met de lippen. Van W7 heb ik ook iets nieuws. De Nice Nudes Matte Liquid Set. Dit zijn 4 mini nudes liquid lipsticks. Ook deze zijn een dupe van Huda Beauty, want zij heeft ook van dit soort lipstick sets. Ik hou van nudes, dus ik ga hiervan eentje opdoen. Ik zal ze ook alle 4 swatchen. Nou, dit zijn dan alle 4 de kleuren. Ze hebben alleen helaas geen individuele naam. Dat vind ik wel minder. Er staat echt niks hierop en ook niks op de verpakking. Dus het is wat het is. We hebben hier een beetje paars. Hier is een beetje lichte roze. Je hebt een beetje een bruinige en een hele lichte peachy kleur. Dus je hebt wel echt 4 verschillende kleuren. En ik vind ze echt alle 4 prachtig. Ik ga voor roze, want die matcht, vind ik het beste met mijn ogen. Ik wil denk ik 2 kleuren gaan mixen. Ik heb hier ook de paarse kleur. Die wil ik ook erbij gaan doen. Die doe ik een beetje zo aan in de hoeken. Om een beetje zo'n ombre effect te krijgen. Ja, super mooi. Deze 2 gemixt zo samen matchen echt perfect met de prachtige ooglook. Dan heeft W7 ook 3 nieuwe setting sprays die ik al heb geprobeerd. En ik vind ze echt top. Dit zijn ze dan. Je hebt er hier eentje in het goud. Die vind ik echt geweldig. Je hebt hier eentje in het rose gold. Een beetje donkerder. En eentje in het halo blauwachtig. Super apart. Zo'n kleur heb ik nog nooit gezien. En dan moet je ze schudden. Het zijn illuminating sprays. Dus een beetje zo'n glowy spray. En kijk dit. Ook weer super mooi. Wauw, deze is echt mijn favoriet. En mensen, de kleur is niet gewoon zomaar een kleur wat je niet ziet. Je kunt de kleur ook echt zien. Wacht, ik ga een beetje van deze spray op mijn hand. Ik hoop dat het een beetje te zien is op beeld. Maar als ik zo mijn hand draai, je kunt een beetje dat blauwe holo effect zien.
super apart. Ik heb hier de Rose Gold. Kijk, je ziet echt een verschil. Deze is echt meer halo, holo-achtig, of hoe het ook heet. En deze is meer bronzy. Die ik ga gebruiken is de Gold. Woe! Kijk die glow! Oh, by the way, voor de mensen die het niet weten, je kunt gewoon hun make-up bestellen op www.w7cosmetica.nl. Gewoon een website hier in ons landje in Nederland. Nou, dan last but not least, ze hebben ook 4 nieuwe body mist. Deze zijn echt huge, ze zijn super groot, taalbaar en ik vind ze echt top. Ik heb ze ook al alle 4 gebruikt en ik vind ze echt geweldig. En waarom vind ik body mist sprays altijd zo fijn? Dit is echt het toppunt van hoe lui ik ben, maar ik heb vaak gewoon geen zin, / tijd, maar vooral geen zin in body lotion. Want die moet je helemaal insmeren en dat duurt altijd best wel lang voordat het helemaal is ingesmeerd. En ik ben daar gewoon af en toe gewoon te lui voor, echt toppunt dit. Dus ik vind een body mist altijd super fijn, want die kun je gewoon zo sprayen overal en je bent klaar. Je hebt dus hier in het paars Wild Crush. Je hebt hier een Pink Diva. Deze is echt iets voor mij. Je hebt hier Loved Up. Loved Up. En je hebt hier Aqua Angel. Ik ga voor een Pink Diva. Ik moet wel zeggen, de parfumgeur is echt heftig. Het is echt een hele heftige geur. Dus als je daar gevoelig voor bent of gewoon daar niet van houdt, dan gaan ze echt niks zijn voor jou, want het is echt best wel heftig. Ik persoonlijk, ik vind het niet echt een issue. Ik vind het wel fijn dat er zo'n geur afkomt, maar het is wel echt much. Ik ga even een beetje sprayen. Ik doe ook altijd hier. Wow, die geur komt nou ook weer helemaal. Het is gewoon echt oprecht een parfumgeur. Gewoon alsof je een echte parfum opspreekt. By the way, wat ik ook deed, was deze setting spray in het Rose Gold. Ook hier zo. Kijk, dat is best wel mooi. Ik ga laten zien. Kijk die glow, hoe mooi. Nou mensen, dat was het dan. Dat was de video voor vandaag. Ik hoef denk ik niet meer te vertellen wat ik van dit paletje vind. Oh my god, dit is echt prachtig. Echt, het is echt een goede dupe. Meestal is van een dupe de kwaliteit niet zo, is het een beetje mooi. Het is echt goed, het blendt makkelijk, de pigment is hoog, er is echt veel kleur. Het is echt wauwee, er was niet veel fallout. Het is ook niet veel effort en dit allemaal voor een paletje van echt 10 euro. Dat vind ik echt, echt wauw. Dus deze is zeker goedgekeurd en ik vind het echt super mooi. Nou, vond je de video leuk? Vergeet dan weer niet te liken en te abonneren. Je kunt abonneren door hier op mijn hoofd te klikken. Ik plaats ook 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!